Hallo allemaal, ik ben in Las Vegas, zoals de outfit doet vermoeden. Ik ben hier samen met het team van By Dani, van Dani Blessen. En we zijn met 8 hele toffe BN'ers en influencers voor een mega shoot met Linda Meijden. Heel veel zin in. Ik zit zelf ook in de shoot, dus ik ben in een soort dubbelrol. En we zijn met een heleboel toffe merken ook. Hallo. Dus de komende dagen één groot roadtrip avontuur met vette outfits en super dikke hotels. Een paar kleine koffertjes. Zijn in Vegas! Yo! Hallo! Leef deze mensen. Hallo! Nee, een Franse barat. Hallo! Hallo! Check deze goodies. Een stickervel. Geweldige kaars. Dit is wat ik aandoe. Een minuscule paillettenjurk. Hele vette cowboy boots. Die echt heel lekker zitten. Ik heb namelijk best brede voeten. En ze zijn echt altijd te smal voor mij. Dit zit heerlijk. Kijk, qua bling heb ik om. Horloge van Rosefield. En heel veel mooie nieuwe oorbelletjes. Ringetje en sterretjes in. En hier ook een heleboel. Ik ben echt als een gek dingen gaan wisselen. Is mijn oren een beetje rood. Oké, ik ga lekker naar beneden. We gaan sushi eten. En de kick-off van deze geweldige trip. Ja, inluiden denk ik. Cocktails, gokken. Let's do this. Goedemorgen, ik ben net wakker geworden in Las Vegas. We gaan nu de make-up in en kijken wie er allemaal wakker is. Oh ja, nee, Erik, ja! Stiekem iedereen filmen. We zijn iedereen aan het observeren. Ja, de Amerikanen op zijn plekken zijn eigenlijk de echte bezienswaardigheid, hè? Maar hoe vet is het Neon Museum? Ik weet dat het een tourist trap is, maar het is echt het vetste ooit. Oeh, wat hebben we aan? Niet normaal, wat vet. Even jouw look op beeld. Gorgeous! Oh, wauw! Check die lasjes. Hey, zou je net zo lekker voel je je er wel in dan, ja, hè? Ik voel me wel oké erin. Ik had eigenlijk verwacht dat ik me niet relaxer in zou voelen. Maar ik voel me helemaal relaxer. Ja man, het is zo jij. Ja. Zegt deze voorbijganger. Look 2, helemaal mijn ding. Dit goddelijke pak van Isabel Moran, waar ik dan nog gouden cowboylaarzen onder ga doen. What? In de gokhal zijn we nu. Zo'n lijp is het hier. Overal hangen camera's ook om mensen te betrappen op scams. Hey, Lizzie! Hallootjes! Wat hebben we vandaag allemaal gedaan? We've been to the Neon Museum. Dat is echt briljant. Dat was echt leuk. Echt geweldig. Ja, we hebben al flink wat kiekjes geshoot, hè? We hebben nog geen dollars kapot gesmeten. Ofwel in winkels, ofwel in casino's. Nee, maar ze hebben Chanel hier. Daar moet verandering in komen. Ik heb mijn pinpas niet eens bij. Nou, dat komt goed. Ah, toch geen laatste even induiken. Ja. What are you? Jack Knot, wat is dat dan? Oh, de ogen gaan naar deze vlammert. Oh, maar hold up, ik zie bonen. Oh my lordy. Je bent nu al helemaal in dit. There we go, 20 is down. $20 erin. Laat het zo. Woehoe! There we go. Oh. Oh. Oh? Wat heb je nu gekregen? Oh, $1. Ik heb $2 gewonnen. God. Lobster roll. Nee. Misschien een klein lobster rolltje. Vegas formaat.
is inderdaad gewoon, doe maar een casino brood en stop er maar wat grapsalade in. Ja. Jesus Christ. Oh, wow. We zijn we beland. Wow. You guys, Ruby's. Gek worden. Oké, wat? Oh, fireplace op onze eigen patio. Oké, is goed. What? Is it true that the Kardashians stay here? Can you tell us something about this? In a truth or dare game. I would recommend checking out their social media for the official answer. However, I cannot disclose who stayed here for guest privacy. I understand. That says enough. Morgen. We zijn aangekomen bij de mooiste plek van de wereld. Echt sick is het hier. Even in één woord. Geweldig. We zijn nu in Antelope Canyon in een bizar resort. Ik zal de naam even in beeld zetten. Heel leuk is. En overal waar je uitkijkt zijn rotsen. Er is helemaal niks en niemand behalve Rosie Huntington-Whitley. Die is hier op dit moment ook. We gaan nu schieten in een geweldige canyon die miljoenen jaren oud is. En het is echt, het wordt met de dag geweldiger. Kijk dit uitzicht, jongens. Lekker clipje. Joehoe! Daar zijn we dan. Wat? Zullen we erin gaan lopen? Ja. Wow. Wat? Dit is toch niet normaal? Dit is echt sick. Wordt het verder ook misschien nog mooier? Oh mijn god. Wow. Hallo? Deze plek is niet normaal. Wat? Check. We hebben net de hele dag geshoot en het ziet er fantastisch uit. Nu heb ik me heel snel omgekleed in een crop topje, een zwarte pantalon en deze blazer. En gaan we lekker eten hier in het Amangiri Hotel. Echt zo vet geworden. We hebben net een shot gemaakt waarin twee mensen butt naked zijn. I love it. Woe, we zijn weer op set. Dit is onze laatste shootdag en we zitten nu een soort... Mijn laatste stuk stad in Page zijn we. Ik zie een dollar store, ik zie een fried chicken winkel. We staan hier voor een soort autogarage. En het ziet er zo vet uit, we hebben het zo leuk. Het is echt een beetje alsof we met vrienden gewoon op pad zijn, aan het rellen zijn. En toevallig worden er wat foto's gemaakt en dat is echt de vibe. Zo fijn en vet, het wordt echt geweldig. You made a new friend, Duke. Hallo sir! Ja. Om het te proberen
deze trui van Lizzie te stelen door allemaal dingen uit het kleurenpalet erbij te leggen. Om haar zo te overtuigen dat het beter bij mij past. Goedemorgen, ik ben weer terug op mijn kantoor. Ik ga deze vlog hierbij afsluiten. Tijd voor weer een heleboel avonturen uit Amsterdam. En vergeet niet je even te abonneren als je het leuk vindt om me te blijven volgen. Ik hoop dat je deze Amerikaanse serie leuk vond. En dat je inspiratie hebt opgedaan en hebt gelachen en een beetje hebt genoten. En ja, dankjewel voor het kijken. Tot in de volgende. Doei!